De Nederlandse spoorwegen waren zeer zuinig. De mismaksels werden gebruikt voor de muurtjes. De sluitsteen boven de poort in de Melis-Tokenstraat geeft de bouwperiode aan van Tuinwijk. De spoorwegen van de woningbouwvereniging de Tuinwijk heette dat zo, dat wijkje. En die hadden daar 181 woningen. En zo bij ons in het wijk ook. Buitengewoon mooi wijk, Tuinwijk. Schitterend. We hebben een prachtige jeugd daar gehad. Alleen het winkelbestand dat viel steeds verder weg. Hè? Je had Klaas van Ieperen, de kruidenier. Je had Joost Burger, de melkboer. Verboomde bakker. En de fietsenmaker. Alles is weg. Ik was de laatste die er nog zat. Mijn vader is in de Jacob van de Borgstraat begonnen. In 1929. Armoeleien. En wat is, meneer Stufkens, wat is de huur in de maand? 33 gulden 33. Voor het hele pand. En er werden er s'nachts 4 autobanden over de muur heen gegooid. Blop, hoorden we dan. Blop. 4 stuks. En dan sneed mijn vader die kanten eraf, die zijkanten, hè? Die hoge ruggen, sneed hij eruit. En die gingen dan om de velg heen. En die 2 uiteinden die werden gekrapt. Dus konden ze zo rijden. Het stootte natuurlijk wel. Slager. Had ik willen worden. Heerlijk, man, dat het vlees met zijn mes het uitbenen, weet je wel. Slager zei mijn vader hier zo. Er staan 4 fietsen met lekke banden maken. Maar hij beschouwde mij ook beneden als knecht. En boven als zo. I want to ride my bicycle.